Ja, we gaan. Helemaal mooi. Robin, op het scorebord prijkt een 4-1 overwinning. Het was de geflatteerde overwinning. Nou, de eerste helft was niet best van onze kant. Als je dan 2-0 of 2-1 achterkomt, dan was dat niet raar geweest. Maar de tweede helft pakken we het weer goed op, denk ik. Misschien wat geflatteerd inderdaad, maar dat had ook nog zomaar 6-1 kunnen wezen. Dus ja, in principe een beetje geflatteerd, maar we zijn blij met de 3 punten. Hoe belangrijk was die gelijkmaker vlak voor rust? Ja, die zijn lekker, hè. Als je de rust in gaat met 1-0 achterstand, dan weet je wat je moet. Maar als die dan valt, dan knakt er misschien ook wat bij hun. En dat merkte je eigenlijk de tweede helft. En in de rust hebben we gezegd, we moeten ze gewoon aanpakken. Want je merkte gewoon dat we de tweede bal niet hadden. En fysiek zijn we gewoon sterker. En dat merkte de tweede helft gewoon heel erg, dat we daar profijt van kregen. Ja, want jullie begonnen echt furieus aan die tweede helft. Hoog tempo en met een aantal goede kansen. Eerst de kopkans en daarna dan die 2-1 voor jullie. Wat veranderde er, behalve dan dat jullie de tweede bal wonnen? Nou, we hebben gewoon gezegd dat we meer druk op de bal proberen te pakken. En gewoon fysiek gebruiken. Want die jongens zijn allemaal 8, 9 jaar jonger dan dat wij zijn. Dus daar houden ze niet van. En dat ging gewoon goed. En daardoor zie je gewoon dat iedereen een stapje naar voren doet in plaats van een stapje naar achter zet. En uiteindelijk resulteert dat in kansen. Ja. En een overwinning, 4-1. Je maakt 2 goals en je hebt ook nog een assist bij de laatste treffer. Is het dan een geslaagde middag voor de familie Mulder? Ik denk het wel, ja. Nou ja, dat is altijd wel lekker. Ik sta er natuurlijk om belangrijk te zijn op die positie. De ene week is het wat minder dan de andere week. Deze week pakt het goed uit. Ja, de panel zat er gelukkig weer een keer goed in. Dat hebben we ook al echt in 2 jaar tijd misschien 2 panels gehad in de tweede divisie. Dus ik hoop dat we wat vaker gaan krijgen. Maar dat is voor mezelf wel lekker, maar voor het team is het allerbelangrijkste, denk ik. Dan nog eventjes naar een formaliteit. Dat is die promotieregeling, die er nu dus niet is voor de tweede divisie. Betekent dat jullie ineens volop bak wel voor het kampioenschap gaan? Nou, we zouden sowieso, als ook al kan je promoveren of niet promoveren, je wil meedoen bovenin. Kampioenschap, we hebben nu een aantal wedstrijden gehad waarvan ik denk, we zijn niet de mindere geweest. Ook al hebben we bij de treffers verloren, ook al hebben we bij Katwijk verloren. Maar als we daar 1-0 voorkomen, kan in beide gevallen, dan doe je gewoon mee voor een overwinning. Ik denk dat er een stuk of 6 ploegen zijn die allemaal kunnen winnen. Katwijk loopt dan nu wel wat uit. Maar die gaan ook een mindere fase krijgen, denk ik, want dat lukt nu allemaal. Maar in principe, ja, het maakt mij niet zo heel veel uit wat er gebeurt. Ik vind het aan de ene kant wel jammer dat je niet kan promoveren. Want er kunnen wel 4 uit, wat ik heel raar vind. En er kan niemand omhoog. Ja, dat is een beetje vreemd. Lekker nagenieten en feesten na je klinkende overwinning 1-2. Een paar bakertjes, denk ik. Dat komt goed. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Top.